Hoorde je het ook? Wat was dat? Ja, het komt daar, van naast de kerk. Ik denk dat we nog beter weg kunnen. Nee, nee, kom. Nee, we gaan kijken. Nou, ik zie het ontvolgen. Laten we maar gewoon weer weggaan. Volgens mij is dat een graf. Laten we gaan kijken. Ja, shit, ik kan het niet lezen. Heb jij misschien je poederborsteltje bij je? Ja, maar waarvoor dat? Ja, geef hem maar gewoon. Nou, vooruit dan maar. Ja, de schapen waren heel schattig. Ja. Nonna, blijf eten. Oh ja, gezellig. Het eten is bijna klaar. Oh, is goed, we gaan zitten. Zo, ik heb macaroni gedaan. Hopelijk vind je dat lekker. Ja, lekker. Kan iemand mij het water aangeven? Natuurlijk, schat. Oh, er wordt het water aangeven. Dank je. Het journaal begint zo. En dan nu uw aandacht voor het volgende. Het graf naast de kerk in de Rijnen is vanmiddag op mysterieuze wijze opengebroken. Niemand weet wie het heeft gedaan, waarom en wanneer. Twee buurtbewoners doen verslag. Het is eigenlijk heel apart dat het graf is opengemaakt. Er is namelijk helemaal niks meer te vinden. Ik bedoel, de bewoners is toch al lang vergaan. Het is heel ernstig dat het graf is opengemaakt of vanzelf is opengegaan. De barones hield heel veel van haar kasteel en van haar zus. En als ze zou overlijden, zou ze graag naar haar kasteel terugkeren en hier eeuwige rust vinden. Maar de mensen die het graf hier op een of andere manier hebben open doen gaan, zal de barones eerst zelf opzoeken. Of deze oude mythe waar is, is niet bekend. En dan nu weer. God, het zijn vast een stelletje hangjongeren die een boel hebben lopen vernielen. Nou, dat weet ik niet hoor. Waren jullie daar niet vanmiddag? Ja, klopt. Best wel een eng idee, hè, dat er dan nu zoiets gebeurt. Mama, is er een dichtbij? Ja, dat is heel dichtbij. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, het is al 7:30. Ik denk maar dat ik beter naar huis kan gaan. Oh, ik zal even mee lopen. Nou, tot ziens dan. Doei dan. Leuk dat jullie wel. Tot ziens. Doeg. Nou, we hebben nog wel over wat er is gebeurd. Ja, nee, is goed. Dankjewel. Doeg. Nou.
was je? Ja, ik had gym en ik was mijn poederbosje kwijt. En ik heb hem overal gezocht, maar ik kan hem niet vinden. Oh shit, die ligt nog bij het graf, denk ik. Oh nee, die is van mijn moeder. Ik moet hem echt terug hebben. We moeten toch nog langs het kasteel. Dan kunnen we gelijk wel even langs het graf rijden. Hallo, als jullie willen weten waarom ik naar mijn kasteel wil, kom dan vanavond in de schemering naar mijn kasteel. Barones van Palland van Neerijnen. Oké, dan blijven we hier vanavond tot de schemering en dan ontmoeten we er. Nee, ik moet vanmiddag echt naar huis, anders worden mijn ouders ongerust. Nou, oké, prima. Gaan we eerst naar huis en dan komen we vanavond weer terug. Dit is best spannend, hè? Ja, ik denk dat we beter terug kunnen gaan. Nee, we gaan die vrouw zoeken. Of je het nou wel of niet? Meisjes, zijn jullie verdwaald? Ja, mevrouw. Zal ik jullie dan de uitgang wijzen? Ja, graag. Maar wie bent u? Ik ben barones van Palland van Neerijnen. En dit was mijn landgoed. Bent u degene die ons dat briefje schreef? Zijn jullie Donna en Brit? Ja, maar hoe weten jullie wie wij zijn? Dat doet u nu niet toe. Ik heb jullie hulp nodig. En waarom zouden we u helpen? Ik zal het jullie uitleggen. Mijn zus en ik woonden hier vroeger met onze ouders op het landgoed. We speelden veel en droegen allebei dezelfde ketting. Toen we achter de macht van deze kettingen kwamen, stal mijn zus de mijne en verdween. Maar u bent al 100 jaar dood. Waar is je zus dan? Is zij ook ergens achteraf begraven? En waar is die ketting? Nee, zeker niet. Er rust een vloek op onze kettingen. Pas als we allebei onze kettingen hebben, zullen we onze eeuwige rust vinden. Maar mijn zus heeft allebei de kettingen. Daardoor is ze onsterfelijk. Dus helpen jullie mij om mijne te vinden? Oké, maar hoe komen we bij haar huis dan? Ik zal het jullie uitleggen. Onze kaart moet het hier zijn. Ja, maar hoe gaan we ooit die ketting te pakken krijgen? Ja, jij bent hier degene die altijd die ideeën verzint. Ja. Ik heb misschien wel een ideetje. Wat moet dat? Nou, wij waren geweest wandelen en mijn vriendin is verstuikeld en nou doet haar enkel weer pijn. Zouden we hier misschien even kunnen uitrusten? Nou, vooruit dan. Dank u wel. Zien jullie een kopje thee? Ja, lekker. Oké, dan zal ik zo even naar je enkel kijken. Moeten we haar echt vermoorden? Sst, niet zo hard. Ja, natuurlijk. Wat moeten we anders? En we vermoorden er niet, we pakken gewoon die ketting af. Dat is praktisch hetzelfde. Nee, dat is het niet. En hou stil, want dan komt ze aan. Zo, een lekker kopje thee voor de kou. En dan zal ik zo even naar je enkel kijken. Zo, dan zal ik nu even naar je enkel kijken. Yeah.
ketting. Dank jullie wel. Dan kan ik eindelijk mijn eeuw gerust vinden. Kunt u ons nu misschien de weg naar huis wijzen? Ik zal het jullie uitleggen. Heel erg bedankt. Dank u wel. Vaarwel.